Beste mensen, welkom bij de podcast van Psychozenet. En met deze eerste woorden introduceer ik de gast van vandaag, een hele bijzondere gast. Want uh, Carlijn Mol is werkzaam bij ons op het UMC Utrecht als ervaringsdeskundige, toch? Sinds enige tijd? Yes, sinds uh, 2022, 2022. Dus ja, en um, we hebben elkaar onlangs wat beter leren kennen naar aanleiding van een verzoek van jou. Ja, dat klopt. Uh, van, ik wil mijn dossier van het UMC-Utrecht uit jouw verleden vernietigd hebben en ja, eigenlijk de diagnose die daarmee uh, samenhing. Hoe, hoe zat dat? Kun je daar wat over vertellen? Kun je wat vertellen over jezelf? Uh, hoe Je werkt, hoe dat gaat, et cetera. Yes, zeker. Uh, nou, ik ben dus Carlijn Mol en ik ben dus werkzaam als ervaringsdeskundige in het UMC. En uh, ik heb zelf, uh, het is voor mij best wel bijzonder ergens om hier te werken, want ik heb hier zelf ook uh, opgenomen gezeten als uh, patiënt. Ja, een uh, ja. aantal jaren geleden. Mm -hmm. um, dat is inmiddels ook echt wel wat jaren geleden hoor. Dus er is ook. Ja. Ik heb het voor mezelf wel in dat op zich kunnen afsluiten. En niet dat ik ja. soort van de hele dag door hier getriggerd ja. rondloop. Het ja. is een stuk uit het verleden. Een soort, soort ander tijdperk, hè, maar wel een belangrijk deel van je leven. Ja, zeker. Ik. Ja. En ik heb toen um, de diagnose borderline gekregen. Oké. Okay. En uh, ondanks dat ik heel veel behandelingen en therapieën en alles heb gevolgd en ik al wat jaren gewoon niet meer zelf in behandeling ben, nee. heb ik nog steeds dagelijks, nou niet dagelijks trouwens, ik heb nog steeds wel te maken ja. met de gevolgen van dat ik toen een diagnose heb gekregen. Ja, uh, ja vooral uh, de diagnose borderline. Er zit natuurlijk best wel een stigma op uh, in de ja, samenleving. Ja. En uh, als ik zeg maar voor iets fysieks of zo... Uh, in het ziekenhuis kom of ergens anders, dan word ik behandeld als een borderline patiënt. Oké, okay, ja, want het is natuurlijk dat blijft hangen in het dossier. Dus dus elke arts die je ooit daarna ziet, heeft dan ergens in dat dossier of via dat dossier een brief. Ja. Komt er meteen iemand binnen met borderline. Ja. En dan. En, en wat ziet dus... zo'n arts dan? Ja, die die. Uh... Ja, handelt of reageert ook gewoon vanuit dat dus heel veel dingen die misschien gewoon somatisch zijn, dat die dan ook vanuit mijn fysieke ja. klachten komen. Of dat ze denken dat als ik een per ongeluk, een ongelukje of iets heb gehad, ja. dat ze denken dat ik mezelf heb aangedaan. Terwijl hoe, ik denk, hoe, ja, ja, kun je dat misschien... beschrijven? Hoe, hoe, hoe gaat zo'n dynamiek dan? Want je komt gewoon binnen als burger en dan. Hoe? Nou, ik heb één keer wel uh, gehad dat. Uh, dat ze ook gewoon letterlijk hebben gevraagd van ja, maar heb je het jezelf niet aangedaan? Dat ik ook echt ja. zoiets had van, maar waarom, waarom zou ik dat, zou, waarom zou ik ja. dat nu doen? Ja. Ja. Dat is zeg maar, geen aanleiding toe ja. dat ik dit nog doe. Maar ik sta in, in dat dossier, wat zij zien ja. uh, als huidige diagnosis, is uh, borderline persoonlijkheidsstoornis en chronisch suicidaal. Dus dat is ook wat er nu nog, als ja. ik nu zeg maar mijn uh, dossier van de huisarts bijvoorbeeld ja. open, of ja. ik was. Uh, afgelopen maanden wel een paar keer uh, vanwege uh, fysieke dingetjes mm, in het mm, ziekenhuis. En dan mm. heb ik ook gewoon letterlijk op een computer gezien bij die arts: dat er gewoon stond borderline en gewoon je suicidaal. Ja. Ik dacht ja. ja. En ook een keer toen ik um, zelf een incident had meegemaakt dat er vervolgens ook gewoon in koeienletter letters zeg maar stond van uh, jonge dame bekend met een borderline persoonlijkheidsstoornis en gewoon suicidaliteit ja. Uh, ja. is uh, in elkaar geslagen. Dus het is zeg maar terwijl ik ja. ben dan dus, gewoon dus alles krijgt een secundaire betekenis, alles krijgt een extra laag aan betekenis die meteen voor je wordt ingevuld. Ja of en vervolgens je een... ja. Uh, wordt er ook veel gegooid op zeg maar dat psychische stuk. En mis, hebben ze daardoor soms ook weer ja. andere dingen gemist. Ja. En stel ik zou borderline hebben, dan nog vind ik het heel slecht hoe er dan vervolgens gehandeld wordt. Ja, ja, maar precies. het is ook iets ja. wat me nog ja. steeds achtervolgt. Ja. Mm -hmm. En, en uh, ik heb niet het idee dat ik borderline heb. Nee, daarom. Want, want en ik ben ook niet over... chronisch suicidaal. Maar dat is natuurlijk, dus er zitten allerlei vragen hierachter. Hè? Want je, zelfs, je zegt, ah, nou, zelfs als, als iemand die diagnose heeft gehad, dan nog, als iemand met een lichamelijk probleem komt, dan, dan moet, moet je, je dus, daarop letten. Moet je daar op letten. En niet blind worden, omdat je opeens een, een psychische diagnose ziet. Uh, maar je zegt ook: van uh, die diagnose had ik überhaupt niet. Want hoe oud was je eigenlijk toen je die diagnose kreeg? Überhaupt? Ik was zeventien uh, toen kreeg ik die diagnose. Okay. Want, want, want uh, kan dat dan? Kan je op je zeventiende een diagnose krijgen van persoonlijkheidsstoornis? Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Uh, ja. Maar ja, wat mij verder bekend is, nee, uh, wel bedreigde persoonlijkheidsproblematiek. Uh, ja, dat, ja, ja dan, dat je zo bedreigde persoonlijkheid, et cetera. Ja, dat men dat aanziet komen. Hè? Maar ja. um, Dit is natuurlijk hè, om even bij, bij zo, dat die interactie met een arts, is dat dat eigenlijk um, natuurlijk wel problematisch is, dat je op, op het verkeerde been wordt gezet. Want dat zijn dan somatische artsen die verder niet veel van de psychiatrie weten. Dus het kan een neuroloog zijn of een internist. Ja. Uh, maar dan zie je staan, borderline, chronische suicidaliteit. En dat krijgt dan een soort lading waardoor de interactie verandert met jou. En jij natuurlijk per definitie dan niet gehoord voelt, omdat je dus men iemand ziet die jij niet bent. Ja. En zelfs als je dat zou zijn, dan ben je eerst een mens. En dan pas gaat die dier Maar dat is het, het dus ook. Het is ja. per definitie in eerste instantie is het al zo dat je niet ja. daardoor anders zou moeten gaan kijken naar. Ja. Maar... Wij mogen jou dus eigenlijk heel dankbaar zijn dat je dan toch als, als ervaringsdeskundige hier bent aangetreden, want um, dat, dat proces van die diagnose krijgen, daar, daar zat iets achter, wat, wat een beetje pijnlijk is voor het UMC Utrecht, hè, maar wat we toch hier vertellen, want ja, we kunnen daarvan leren. Wat, wat was er precies gebeurd? Nou, ik heb um, zelf een uh, vroegkindelijk trauma meegemaakt, maar ik heb dat nooit gedeeld. Uh, mm -hmm. En ik heb het altijd bij mezelf gezocht tot nog een paar maanden geleden dat ik dacht dat ligt aan mij dat ik dat niet heb gedeeld toen die tijd. Ja. Um, en ik werd heel uh, suïcidaal en destructief en ik zag het gewoon allemaal oprecht echt niet meer. Ja. En toen ben ik op mijn zestiende ben ik opgenomen. Um, en eigenlijk had niemand een idee van wat is er nou precies allemaal aan de hand. En ik werd steeds suicidaler en ik zag het steeds niet meer, ja. niet meer zeg maar. Ja. Um, dat op een gegeven moment er uh, ja, een diagnose, uh, ja dat ze wilden kijken van oké, okay, waar komt het dan vandaan? Wat is ja. het dan? Ja. Ze wilden eigenlijk heel graag de vinger erop leggen. En toen is er een uh, diagnose borderline uh, opgelegd. Mm -hmm. Toen vervolgens ben ik na een uh, ja, incident die ik had uh, op die afdeling, ben ik uh, overgeplaatst naar een andere afdeling voor een paar weken. En daar ja. is dan een soort second pin gedaan. Alleen in die periode is wel precies zeg maar, een periode geweest waarin ik uh, ja, super destructief en suïcidaal handelde. Ja. Um, maar doordat ik dat deed, werd ik ook meer vastgepakt, in de separeer terechtgekomen, werd ik overgeplaatst, werd eigenlijk steeds meer van mij overgenomen. Waardoor ja. ook dat stukje soort van bijna hertraumatiseerde, waardoor mm -hmm. ik weer nog gekker gedrag ja. ging vertonen. Ja, ja. ja dus het en werd nog alleen maar erger. gedrag. Alleen in. maar. Wat, wat Op een gegeven moment waren gewoon alle ja. remmen los, zeg maar. Ja. Dus, dus wat jij beschrijft is eigenlijk, hè, we horen natuurlijk toch best wel verhalen, dat, dat misschien kan je dat, dat uitleggen, want, want niet iedereen heeft daar ervaring mee. Wat is het waar de, dat, dat mensen, uh, dat je dan ervaart dat je dood wil, dat je, dat je jezelf wil beschadigen als je vroeg kinderlijk trauma hebt meegemaakt? Ja, ik vind dat zelf ook ingewikkeld uh, uit te leggen, maar bij mijzelf. Is het ook gewoon. Ja, ik heb altijd van alles mezelf de schuld gegeven dat ja. het door mij kwam. Ik mocht het niet delen met iemand van diegene met. ja, door wie ik dat trauma heb meegemaakt. Ja. En ja, ik ging gewoon echt letterlijk kapot van binnen. En ik kon gewoon niet meer alle die ik daarna vervolgens daarvan had gewoon van continu aanstaan uh, gewoon niet meer ja. weten hoe ik verder zou moeten leven met mijn hoofd soort mm. van het werd allemaal zo intens ik kreeg herbelevingen maar ja en en gewoon altijd soort van hyper alert zijn en altijd het idee hebben dat alles zeg maar mijn schuld is ja als je bekijkt echt de wereld gewoon... en alles wat erin gebeurt door een bril van dit dit is mijn schuld dit ja. is mijn ja. Slecht zijn. Ja, en ja. ondertussen is het natuurlijk ook gewoon hartstikke pijnlijk wat er is gebeurd. Dus doet het ook veel met je. Ja. Uh, en wist ik in eerste instantie helemaal niet of het iets raars is of dat het normaal was. Dat, ja, ja. Ik ja. kon het er met niemand over hebben nee. voor mijn gevoel. Omdat ik ook het idee had dat ik niet geloofd zou gaan worden als ik het zou gaan delen. Ja. ja. En toen ik opgenomen was, toen had ik al vrij snel door dat iedereen vond dat ik best wel gek gedrag vertoonde. En ja. Dat zou je ook wel zo kunnen zien, want ik was ook gewoon echt letterlijk de draad kwijt. Mm -hmm. En mijn emoties gingen inderdaad ook wel van ja. switchend van daar naar daar. Ja. Um, maar daardoor had ik ook wel het idee dat mensen ook altijd het idee hadden dat ik aandacht wilde en dat ik daardoor uh, suïcidaal handelde of ja. iets deed. Waardoor ik ook het idee had dat mensen het nog minder gingen geloven. Ik ja. had ja, bij mijn ja, ouders ja. al helemaal niet ja. het idee dat ze ja, me zouden ja. geloven. Ja. Want dan ja. zou ik dus ook weer de schuld zijn van uh, ik zou dan vervolgens alles kapot gaan maken uh, van ja. wat er allemaal was. Ja. Ja. Ik, ik zag het gewoon niet meer. En op een gegeven moment kwam ik gewoon in een soort van steeds in een soort, ja, soort fuik met oogkleppen mm -hmm. op, dat ik gewoon dacht. Ik, dit moet gewoon stoppen. Ik, ik kan niet meer. Zo nee. kan ik niet meer. En soms raakte ik dan. Soms dan ging het wel weer een beetje, maar dan raakte ik vervolgens zo erg in paniek. Door ja. alles wat er door mijn eigen hoofd heen ging. En ook wat ik dan weer. soort van voor mijn herbeleefde, of mm -hmm. wat dan ook. Mm -hmm. Dat ik gewoon. dat alle remmen los waren. En nou, als ik dan vervolgens dan werd vastgepakt, of weet ik veel wat. Ja. Wat ik ook begrijp, hè, want ik was een gevaar voor mezelf. Ja. Maar ja, het werd er niet minder op. Nee. Dus echt huiveringwekkend wat je beschrijft, want. Uh, uh, je bent slachtoffer, maar je, je betrekt het op jezelf. Je geeft jezelf de schuld, je wil dood. Um, en dan is de respons dat het een soort aandacht zoeken is uh, en dat omwille van de veiligheid er ook allerlei dingen gebeuren en er veel dwang gaat ontstaan. Yeah. En, en wat gebeurt er in die secundaire dwang die dan wordt uitgeoefend met... Uh, separaties, medicaties en dat soort dingen. Wat, wat doet dat dan met iemand? Ja, daarmee, daarvan ging ik zelf gewoon, ja, het soort van het, het menswaardig of zo, dat voelde gewoon, ja. Ik, ging, ik werd gewoon een beetje verdoofd daarvan of zo. Ja. Het werd er niet, het werd er alleen maar erger van en ja. meer van. Ja. En Ho ik had ook door dat um, dingen werden anders geïnterpreteerd. dus de reden waarom ik bepaalde dingen deed en als ik dat nu ik heb mijn hele dossier teruggelezen mm -hmm. ook als ik dan dingen lees dan denk ik wel en ik snap het nu ook ik snap waar het vandaan komt en ik snap dat je dingen anders kan interpreteren ja. en als je eenmaal ja. een bepaalde bril op hebt dat je dan ook met die bril gaat kijken dus ja. dat je alles denkt dat is de verklaring ja. maar uh, soms dan gebeurde er iets of dan was er iets uh, gebeurd en zat ik in die uh, separeren en dan vervolgens had ik iets geschreven naar mijn ouders toe van wat er allemaal was gebeurd mm -hmm. en het voelde me gewoon mega ongemakkelijk en ik wist gewoon niet wat ik met mezelf daarin aan moest dus ik kreeg een beetje zo'n soort van half glimlachje op mijn gezicht vanuit pure soort ongemak en schaamte en alles ja. op en eraan en dan werd dat opgevat als het willen testen wat de reactie was van uh, die van mijn ouders, zeg maar. Terwijl ja. dat is het laatste wat ik wilde. Ik schaamde me gewoon alleen helemaal kapot ja. voor alles wat er was gebeurd. En, en zo zijn er continu ook dingetjes als ik bijvoorbeeld destructief handelde of ik was suicidaal, of weet ik veel wat. Dat heel veel werd soort van daaraan gekoppeld. Ja. Ja. Van oh dan was het testen of dan was het vragen ja. of, of dat. Terwijl dat helemaal niet. En en je was toen uh, zeg maar adolescent. In, in die periode toch? Ja, en ja. bij mij was ik, ik was ook nog weer heel zoekend omdat ik ook... Uh, ik had toen die periode lang haar, uh, droeg. Ja, ook wel een beetje vrouwelijke kleren en alles. En dat was ik gaan doen omdat ik dacht, oh misschien hoor ik er dan bij, want ik werd ook gepest. Uh, ook. Ja. En dat werkte niet echt. En eigenlijk had ik door dat ik op vrouwenval en veel liever... Uh, ja, wat stoerdere kleren zou dragen ja. en mijn haar kort zou hebben. Dus het was ook nog in die periode dat ik soort van bezig was met wie ja. ben ik eigenlijk. Ja. Uh, dus... en, je, en jezelf aan het verbergen was, in, in dat opzicht. Ja ik was mezelf ja. compleet aan het verbergen. En ik heb ook tijdens mijn opname heb ik, uh, hier bij de ziekenhuiskapper, heb ik toen op een gegeven moment, toen kon ik dat, was dat stuk ook op, zeg maar, om dat ah, masker ja. op te houden. Dus toen ja. heb ik hier mijn haar laten afknippen tot kort. En ah, ben ja. ik gewoon uh, ja. kleren gaan dragen waar ik me. Bij ja. mij voel, maar dat is ja. ook nog een zoektocht. Ja. Maar het was überhaupt, ik bedoel, ik was 17, ik zat volledig in de zoektocht naar wie ik ja. ben. Wie ik ben ja. qua identiteit, maar ook wie ben je überhaupt als persoon. Ja. Ja. En toen heb ik dus die diagnose gekregen. En dat was toen, want ik heb ook veel blogs geschreven toen ik voor het eerst wat dingen ging doen met mijn ervaring. Dat het uh, een opluchting was, omdat ik daardoor soort van dacht van, oh, dit is het dus. Mm -hmm. Ik ben dus niet gek, maar ik ben gewoon ziek. Precies, dat is dan dus de initiële was. geruststelling van, ik weet wat ik heb. Ja, ja. en ik dacht van, oké, okay, dan is dat het dus. En ja, ja ik had moeite met relaties, et cetera. Uh, dat had ik. Ja. Um, maar dat kan ook andere verklaringen hebben, natuurlijk. Ja. Ja. Um, dus ja... Toen ben ik daar op een gegeven moment ook heel erg naar gaan leven of zo. Als ik ja. nu terugdenk, hè. Als ik nu terugdenk, dan ja. denk ik... Ja, ik ben daar ook heel erg mijn houvast aan gaan hebben ja. en ja. pakken. Ja. En, en dus daarmee ook weer eigenlijk verder afgeraakt van de dingen die eronder lagen? Ja, daar ging ja. ik echt niks meer mee doen en niks nee. meer over vertellen. Nee. Ik had namelijk ook echt niet het idee dat er iets... Dat mensen me zouden geloven. En ja... Ik dacht, nee. nee, ik ga hier niks over delen. Nee. En er werd alleen maar minder het idee dat ik er wat over ja. wilde delen, want dat voelde ja. gewoon niet veilig. Nee. Dus je bent eigenlijk in een soort medicaliseringsslag geraakt van opnames, uh, diagnostisering uh, en medicaties. Ja, ik heb ook uh, medicatie gehad. Wat voor soort medicaties heb je toen gehad? Ja, ik heb toen... Uh, hebben ze van alles ook wel, wel geprobeerd. Ik heb uh, iets van pammetjes gehad of zo. Loris op ja. Die ja. dingen. Um, en ik heb een antipsychoticum quetiapine gehad. Die ja. ook voor uh, stemmingsdingen ja. wordt voorgeschreven. Ja. Uh, antidepressiva. Ja. Um, Zo'n anti-epilepsie ding. Topamax ook. of zo. Heb okay. ik ook gehad. Ja. En daar kwam eigenlijk steeds meer bij. Ja. Wauw. Ja. Wow. Ja. Ja. En, en wat ging, deed dat met je geest te... en de suicidaliteit? Al die medicaties? En... en weet ik niet. Ik denk niet dat het altijd per se heel veel beter heeft gemaakt. Want ik voelde me ook gewoon een soort ja. <laughs> verdoofd. Ja. Of zo. Ja. 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 Jeetje, dus de... Ja, het is dus echt... Uh... Ik slik nu die medicatie helemaal niet meer. Dus nee, ik weet je, ben, ook... je bent nu helemaal, zeg maar, ja. clean. Ja. Dus helemaal, ja. Alleen, um, het is... Uh... Die afbouw heb ik zelf gedaan. Dat was ook wel best wel intens. En toen kwam ik er later ook achter hoeveel er eigenlijk weggestopt werd. Want ik kon ook minder ja. genieten van dingen. Mm -hmm. En dat is ook logisch, want alles ja. wordt onderdrukt. Niet ja. alleen in negatieve gevoelens. Ja. Ja. Dus, dus eigenlijk is het zo dat, dat uh, het feit dat jij nu nog leeft... en het na kan vertellen, en niet alleen dat... Dat je dus echt een bijdrage levert aan de zorg en de verbetering van de zorg. Dat had ook heel reëel anders kunnen aflopen. Ja. Het was, je bent langs, het, het langs, langs de dood gegaan, zeg maar. Ja, ik ben zeker ja. langs de dood gegaan. Ja. 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 En, en wat heeft nou gemaakt dat je dit alles hebt overleefd? Wat, is, wat zijn nou factoren geweest die hebben gemaakt dat je in, in zo'n flow van herstel ja ik krijg ook heel vaak van uh, veel hulpverleners zoals de vraag van ja is er één ding geweest of zo weet je wel van wat wat is nou hetgene mm -hmm. geweest mm -hmm. en dat is er niet uh, een goede vriend en compagnon uh, van mij uh, Jerry Alon die ken je ook ja. wel natuurlijk ja. die heeft ooit uh, gezegd uh, herstel is verbinding plus perspectief mm -hmm. en ik denk dat dat stuk bij mij wel heel veel heeft gedaan want toen ik opgenomen werd, ik werd opgenomen eigenlijk op de dag van mijn Engelsexamen examen uh, van de middelbare school. Ja. En daarna naar school gaan lukte niet meer. Dus mijn perspectief was ook uh, ja, niet heel veel. Nee. Het zag er niet heel rooskleurig nee. uit. Plus mensen omheen me zeiden ook wel best wel veel dat het uh, best zou kunnen dat ik nooit echt een normale baan zou kunnen hebben. Of dat ik uh, misschien zou of zou komen te overlijden. Of dat ik altijd een beetje in instellingen zou moeten wonen. of ja. Mensen wisten het in ieder ja. geval ook gewoon ja. niet. Um, dus dat hielp ook weer niet bij aan ja, hoe nu verder. Ja. Plus je zat dus, ik zat dus in de leeftijd van ontwikkeling, et cetera. Mm -hmm. Maar ik heb uiteindelijk een, wel een hele goede behandeling gevolgd. Um, en toen ben ik tijdens mijn opname, ben ik eigenlijk muziek gaan maken, omdat ik het idee had dat. Uh, ja, als ik mijn gedachten of dingen vertelde aan mensen, dan schrokken ze daarvan of dat vonden ze heftig. Ja. Um, en op papier kon ik gewoon volledig alles kwijt. Dus mm -hmm. toen ben ik, ja, in mijn opname uh, in het kamertje, zeg maar waar ik zat, heb ik een microfoontje ja. neergezet en ben ik gewoon ja, gaan rappen. Ja. Daarvan had ik ook iets online gezet en toen kreeg ik een berichtje via je, Facebook of zo, of je YouTube van iemand en die wilde wel een keer met mij uh, muziek opnemen. Want er was ook een dame die rapte. Mm. En uh, dat is uiteindelijk heeft de muziek mij heel veel gebracht. Want ik ben ja. toen ook in uh, therapiesessies ben ik ook gaan doen dat uh, iemand gaf me dan een opdracht van kan je muziek, uh, kan je nummers nummer schrijven over kiezen voor jezelf of over de strijd tussen leven en dood. Mm -hmm. Uh, en dan ging ik daar een nummer over schrijven. en dat liet ik dan de week daarna liet ik dat dan horen. Ja. Dat heeft heel veel gedaan. Oh, ja. Maar ik ben ook in een rap duo terechtgekomen toen. Daar zijn we inmiddels mee gestopt. Mm -hmm. Maar uh, dat hebben we een paar jaar gedaan. Uh, en dat is echt iets wat voor mij heel veel perspectief gaf. Van er is dus ook, zijn dus ook wel dingen, leuke dingen, zeg maar. Je kan ook ja. wel ergens mee bezig. Ja. En dan is dat andere stuk niet weg. Mm -hmm. Maar dat kan ook soort van naast elkaar bestaan. Dus ja. aan de ene kant optreden, muziek maken, videoclipjes, ja. Ja. Uh, van alles en nog wat. En aan de andere kant nog steeds wel in behandeling zijn en ja. het soms ja. ook echt heel erg zwaar hebben. Ja, en dus, dus, en dus ook eigenlijk dat je een soort ander perspectief hebt, een soort andere richting waarin echt ook de, de weerbaarheid juist wordt opgebouwd. Ja, ja. maar ja. Weer, daarmee had ik ook zoiets van, oh je zit ook wel een stukje kracht, zeg maar. Ja. Wat een totaal weg was. Want uh, ook als je natuurlijk kijkt naar als je kwetsbaarheid en je weerbaarheid wanneer het ene uh, ja. weer is, ja. dan ja, voel je de en zie je dat andere stuk ook minder. Ja. Dus dat heeft toen heel erg geholpen. En op een gegeven moment. Um, ik was ook voor een gedeelte afgekeurd om te werken. Mm -hmm. Dus ik had ook een uitkering, een waaionge en ik had wel zoiets van. Ik wil niet, ik wil, dit, dit, dit moet niet mijn toekomstbeeld zijn. Mm -hmm. Want dan nee, daar ga ik echt niet tegen kunnen. Mm -hmm. Want ik ben ook wel best een bezig type, zeg maar. Mm -hmm. um, en toen uiteindelijk uh, zei een, ja, mijn vorige therapeut op een gegeven moment: van ja, hey, jij kan zo goed over je ervaringen vertellen. En wat heeft je nou wel geholpen, wat heeft je niet geholpen? Zou je daar niet wat mee willen doen? Mm. En ik dacht, ja, het lijkt me heel tof. Om later in de zorg te gaan werken. Maar dat wil ik niet. En nee. ik heb ook, uh, zei mijn moeder. dat ik ook. terwijl ik opgenomen zat. hier. Uh, heel veel jaren geleden. Mm -hmm. dat uh, ik ooit zou willen werken. op zo'n afdeling als dit. Oh ja. Nou ja, dat is gelukt. Ja. <laughs> ja. Maar uh, toen ben ik langzamerhand meer gaan doen. met mijn ervaringen en zo. Ja. Uh, ja. En dat begon dan met ervaringsverhalen delen. Maar ook heel erg. Als ik dat nu daar dingen van terugzie, was het ook heel, wel heel erg... Borderline was wel een beetje mijn identiteit. Daar hing ik wel mm. echt aan vast. Mm -hmm. gewoon. Het mm -hmm. was echt... Ik ben Carlijn en ik heb borderline. En, uh, oh ja. <lacht> <lacht> ook. Dit, dit werkt wel, dit ja. werkt niet. Dus en in het begin en, uh, van je ervaringswerk wat was het nog ook gebeurd? Alleen maar op borderline. Die, ja, als, ik, ja. als je ook zeg maar, mijn e-mailhandtekening zag, of weet ja. ik veel wat... En stond, overal stond ervaringsdeskundige borderline. En ik sta nu ook voor heel veel professionals nog bekend als de ervaringsdeskundige die Borderline heeft... Ja, en daar ja. veel mee uh, ja. doet, zeg maar. Ja, ja. Dus hoe, hoe is voor jou dan, zeg maar, de, de link... met vroegkindelijk trauma aan de orde gekomen? Dat ik um, eigenlijk voor het eerst ben gaan delen met iemand... wat dat trauma was. En... Uh, dat heb ik een paar jaar geleden voor het eerst gedeeld aan iemand. En wat die reden nou precies was waarom ik dat toen ineens wilde delen. Mm -hmm. Ik weet niet wat het was, maar ik denk dat ik het idee had dat het veilig was. En dat ik er wel iets mee zou kunnen. Het is echt op een avond dat ik dat bedacht. En uh, dat ik diegene ook gelijk een appje heb gestuurd van kunnen we binnenkort gaan zitten. Want ik dacht, als ik in ieder geval ja. al zeg dat ik wat wil bespreken, ja. dan weet ze het misschien al wel. Ja. En dat heb ik toen gedeeld. En ook wel omdat ik heb heel veel behandeling gevolgd en heel veel is wel, uh, zeg maar, beter geworden. Maar er is altijd een, er was altijd een klein stukje. En ik voelde bij mezelf, mm. van er zit iets wat gewoon niet, dat zit nog niet goed. Nee. En ik wist zelf ergens donders goed waar dat vandaan kwam en waar dat stukje zat. Ja. Maar ik dacht, ja, maar dat is mijn eigen schuld. Ja, ja, ja. ja. Um, maar toen uiteindelijk heb ik het dus wel met iemand gedeeld. En toen werd het eerst, en daar was ik heel erg van geschrokken. Want ik kreeg een eerst, uh, eerst werd het ineens heel intens. Want je breekt iets na, volgens mij het was iets van 16, 17 jaar later, dan wat, dat, dan wat er toen was ja. gebeurd, zeg maar. Ja. Uh, je breekt het letterlijk open. Dus ik kreeg echt herbelevingen. Het was uh, allemaal mega intens. Ja. Uh, dus in eerste instantie werd in, kreeg ik in ook. Ineens heel veel klachten dat ik mm. echt dacht van, oh, maar dit is niet goed. Oh ja, ja. Omdat ik het dus open brak, ja. zeg maar, mm. en er wat over vertelde. Maar diegene die reageerde wel heel goed en die uh, is er toen ook wel heel erg voor me geweest. En toen ben ik uiteindelijk, heb ik wel uh, iets uh, mee gedaan... en ben ik er wel meer over gaan praten. En heb ik het wel meer met een aantal mensen omheen me gedeeld wat het dan was. Ja. En alleen al het feit dat ik het opengebroken heb en meer met mijn lijf soort van ben gaan werken, ja. veel meer lichaamsgericht, ja. um, dat heeft wel geholpen uh, dat ik wel voel van, oh, er is gewoon een soort van laatste stukje geweest, waardoor ik er ook wat meer ja, vrede bij mezelf of zo mee ja. Ja. ook wel door heb dat het niet aan mij ligt, ook al voel ik dat ergens nog steeds wel, nog steeds, dat ik denk, oh, er is en dat komt door mij. Dat ja. gevoel is niet ja. meteen weg, zeg ja. maar. Ja. Um, ja. De, alsof dat heel erg geholpen heeft. Om ja. Een soort van laatste ja. ding. Ja. Dus dat is eigenlijk wat, wat dan in de herstelbeweging ook jou, jouw turning point is geweest. Dat, dat, dat vaak men zegt van een turning point voor mij was dat ik met iemand sprak en opeens kwam er ja terwijl er was daar het, het zijn eigenlijk verschillende turning points denk ik ja. geweest want het is ook al wel in behandeling en is daar De ook web. al wel ja. zeker heb ik ook gedaan er zijn ook wel turning points geweest ja. en dit was een soort van laatste of zo ja een soort serie kronkelige, turning points die dan ja en ik denk uh, nu uh, dat laatste ik dus bezig ben geweest uh, en jou heb gevraagd van ja ik wil graag een second opinion, want ik heb het idee dat er dingetjes niet kloppen. Ja. En ik kan het voor mezelf heel erg bedenken, maar ik wil het ook graag vastgelegd. Ja. Dat dat ook wel heeft geholpen. En ook meer in dat, um, dat er ook iets zit in die neurodiversiteit uh, binnen dat ADHD-spectrum. Ja. Ja. Um, ja, dat geeft me wel ook allemaal wat rust of zo. Ja. Dan voel je, je gewoon wat. Uh, ja. En dus meer dat het ook komt vanuit trauma. En ja. Dus de, de, ja, het is echt een ontzettend indrukwekkend verhaal, want ik, ik zag jou laatst hè, Hadden we een soort afdelingsbijeenkomst daar uh, ja. in, in, het, in het hersencafé en jij rapte daar uh, en de hele afdeling, alle, alle uh, personeel zat daar, de, de professionals, maar ook de cliënten. En, uh, ja, we hadden een, hele, een poster jonge... opgehangen en hadden we gevraagd aan de jongeren ja. op de afdeling of ze ook wilden komen. Jonge, jonge cliënten uh, die daar en, en ik zag veel van die, die ja, adolescenten, meisjes naar jou kijken terwijl jij rapte en ons best wel ook stevig uh, aan de tand voelde in jouw rap, kritische ja. rap ja. Uh, en terecht, hè, maar dus ons een spiegel voorhield en ik zag uh, sommige van die, 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 die jonge cliënten kijken naar jou en ik zag gewoon dat een turning point echt in een soort turning point in de maak was. Uh, bij, bij sommigen van hen, dat je zag dat er iets gebeurde. En, en dus dat we, en wat ook uit jouw verhaal blijkt, want het is een proces geweest van bijna twintig jaar, wat, wat van jouw ontwikkeling, mm -hmm. van, van naar de opname tot het vernietiging van het dossier. Ja, de eerste opname was toen ik dertien was, nou ik ben ja. nu 28. Dus, dus we praten vijftien jaar. Ja. En... Jouw ontwikkeling waar het om gaat, de kern, zijn dus turning points, een serie van turning points over de tijd. die niet voorspelbaar zijn, niet afdwingbaar zijn. die tot stand komen, emergent zijn, maar zonder dat je dat in een richtlijn kunt vatten. Dus uh, hoe voorzichtig we moeten zijn, denk ik, uh, getuigt jouw verhaal van denken dat we alles. Kunnen vastpakken in diagnose en richtlijnen, en dat afwerken. En dan komt het goed, of niet? Ja, en soms zou, kan een diagnose heel helpend zijn voor iemand. En ik ja. heb ook gedacht dat het bij mij heel helpend was. Ja, um, maar iemand kan ook zi zijn identiteit daarvan bijna gaan maken. en er dan ja. ook zich naar gaan gedragen. Ja, ja. En, en wat trouwens wel ook een hele mooie turning point is geweest. Is uh, hier gaan werken. Ja. Dat is wel. Um, want ik heb ook toen uh, met uh, dat soort van mini-symposium wat we toen hadden. Ja. Uh, ik heb wat ik toen ook zei, ik heb wel weer perspectief teruggevonden op de plek waar ik het eigenlijk ooit verloor. Ja, hoe bijzonder. Um, ja. En ik ben hier, toen ik hier kwam werken, heb ik natuurlijk wel nagedacht van oké, okay, maar ik heb niet alleen maar leuke dingen hier meegemaakt. Uh, en de tijd is wel veranderd, maar kan ik dat zeg maar? Maar ik was hier al in de jaren daarvoor was ik hier al wel een aantal keer terug geweest, ja. dus ik wist ook, oké, okay, dit gaat me niet. Ik ga niet de hele dag soort van getriggerd rondlopen, want dat zou ja. slecht voor mij ja. zijn, slecht ja. voor de jongeren en slecht voor mijn collega's. Ja. Voor iedereen ja. zou dat niet goed zijn. Nee. Want je moet niet een soort van extra patiënt voor je gevoel op de afdeling ja. hebben. Maar ik wist dat is dat is het niet. Mm -hmm. um, en ik merk dat in mijn werk, ik kan me zo goed inbeelden hoe het is om daar te zitten, om daar wakker te worden, om zo'n dagprogramma te volgen, om uh, te weten als wij, zeg maar, als collega's uh, in het kantoortje zitten, mm. deurs dichten. Mm. Hoe, hoe, kan, ja. hoe kunnen dingen overkomen? Uh, ja. 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 Het, ja. het, het, het stuk ja. van, ik ben me zo bewust van bijna de macht die ik heb, doordat ik een sleutel heb, mm -hmm. uh, en zij, en ik kan die deur uit. Ja. Die jongeren kunnen die deur niet uit. Nee. Die hebben daar toestemming voor nodig. Ja. En dat heb je echt nodig. Want je, niet werkt met jongeren, met ja. je werkt met jongeren, hè? Je werkt met adolescenten, ja. kinderen. Ja, 12 ja. tot 18. Ja. Um, ik ben me wel heel erg bewust van de positie die wij ook hebben hier, zeg maar. Ja. En hoe dingen over kunnen komen. En ja. dat je ook oprecht kan denken, want dat heb ik zelf altijd gedacht. En toevallig zei. Een half jaar geleden een jongere dat tegen mij, jij gaat zo meteen vrolijk naar huis als er allemaal niks aan de hand ja. is en gaat weer verder met je ja. leven. En dat is niet zo. Mm -hmm. En het is niet zo dat uh, hulpverleners, uh, dat het ze niks doet, ja. de dingen die er gebeuren. Ja. Dat zij alleen maar een leuk leven hebben, weet ik voor wat. Ja. Dat kan je ook echt het meest rumoerige dingen mm -hmm. meemaken. Ja. Maar dat weet je dan niet. Nee. Nee. Um, en je kan er zo van overtuigd zijn dat iemand gewoon vrolijk weer verder gaat. Ja. Terwijl dat is helemaal niet... Nee. Ik heb dat zelf ook gedacht. Ja. Toen. Ja, precies. Maar inmiddels weet ik dat het anders zit. Ja. En, en um, je, je merkt natuurlijk ook hè, dat, dat uh, in, de, in de jeugdzorg en de gesloten jeugdzorg... dat er best wel problemen zijn. Hè? Daar lezen we over. Uh, en... en dus dat... Ook over onterecht vastpakken, uh, ja, separeren. Ja, dat soort dingen wat Jason ook over uh, ja. schrijft. En... Um, wat hebben mensen nou nodig? Want het is eigenlijk... Hè, jij, jij hebt dat letterlijk meegemaakt dat je dus alleen maar kan denken aan de dood. En wat, wat heb je dan nodig? Hoe... Hoe moeten wij het zo organiseren dat mensen dan een kans hebben om daar iets mee ja, te kunnen doen? Ik denk sowieso dat ja, ervaringskennis wel heel, heel erg helpend kan zijn. Ja. Um, en dat hulpverleners ook naar zichzelf durven te kijken. Dus uh, je kan uh, ja, merken dat er tegenoverdracht is. Maar is dat ook niet iets wat het bij jou oproept? Is er niet ja. iets in jou? Is, ligt het altijd wat er gebeurt in mm -hmm. de situaties? Ligt dat altijd bij die patiënt, of kan dat ook liggen bij jouzelf? Omdat ja. het iets met jou doet, omdat ja. het iets bij jou triggert. Ja. Um, daarnaast denk ik een stukje erkenning: um, dat dat heel belangrijk is om altijd uh, te geven. En verbinding: uh, nee, niet iedereen geeft een knuffel. Nee, niet iedereen wil een knuffel geven. Ja. Maar uh, ik ben heel blij dat. Uh, ik ook wel gewoon soms een knuffel kan geven aan iemand om iemand mm. te troosten. Ja. En dat werd echt bijna niet gedaan. Mm. En je werd er gewoon, volgens mij, bijna op aangesproken, in ieder geval toen ik er zat, als je dat zou doen. Mm. Uh, terwijl soms heb je ook gewoon behoefte aan een arm om je heen. Ja. Maar ook wel gewoon. Um... Ja, je moet ook wel gewoon een goede spiegel kunnen voorhouden en ook wel hard kunnen zijn, ja, ja bijna een beetje die tough love denk ik dat dat tough love, ja, ja, ja. dat dat ja. helpend is. En, en het aspect van trauma sensitief werken, hoe, hoe, hoe is dat uh, zeg maar? Nou, ik denk gewoon uh, ook onderbouwen waarom waarom doen we wat we doen, uh, ja. ook goed kunnen reflecteren daarop, maar ook de patiënt veel meer meenemen in. Ik heb ooit een nummer geschreven samen met uh, onder andere Jason en andere ervaringskundigen die heette Eigen Koers. Mm -hmm. um, dat je wil je eigen koers kunnen bepalen want je leven is van jou en je wil niet het idee ja. hebben dat je soort van op de achterbank zit met ja. het kinderslot erop. Ja. Dat, dat ja. beetje niveau. Ja. Dus dat je ondanks dat je misschien onder de 18 bent of weet ik veel wat, je hebt nog steeds ook regie over uh, dingen ook al ben je opgenomen. Ja. En uh, dat je daar dus ook wel in meegenomen wordt. Mm -hmm. En ja, er ja. moeten soms wel dingen besloten worden die misschien wat minder leuk zijn. Ja. Maar je kan altijd ook in die situaties kan je nog zoveel mogelijk op bepaalde stukken iemand nog wel eigen regie geven. Ja. Oké, okay, en, en het aspect van hoe vind je dat dat nu is in de hedendaagse GGZ, zeg maar. Dus het aspect van trauma sensitief werken in de zin van iemand hoort stemmen. Uh, en dan even nadenken voordat je zegt het is schizofrenie of borderline of bipolair. Uh, maar ook probeert te vragen naar wat eronder zit. Ik denk veel meer gaan achterhalen waar komen dingen nou vandaan. En niet te veel uh, zelf een. Uh... Niet altijd alles meteen willen begrijpen. Want ik denk soms ja. ook doordat we soms dingen zo erg graag willen begrijpen, willen, willen we het kunnen plaatsen, we willen het kunnen snappen. Mm -hmm. Maar daardoor willen we het allemaal vastleggen, vast kaderen. We moeten het in hokjes passen, want dan ja. hebben we voor onszelf het idee, oh dit is het, dus we hebben het nu goed onderzocht, dus. Ja. Ja. Maar dat hoeft helemaal niet. Nee. Nee. Okay. En soms is niet altijd alles te plaatsen of... Ja. Precies. Niet lineair te plaatsen of te begrijpen. Of... Nee. nee. En je zegt verbinding en perspectief zijn heel belangrijk. Ja, ik denk dat het een stukje perspectief ja. Kijk, als iemand het idee, als iemand opgenomen zit of weet ik veel wat. en die heeft het idee dat het perspectief gewoon verder alleen nog maar dit is wat hij nu heeft. Ja. of in gesloten instellingen wonen of weet ik veel ja. wat. Ja, daar word je gewoon niet heel vrolijk van. Nee. Dus ook naast het stukje dat stuk denk ik dat dat wel heel erg belangrijk is en ik denk we zijn zo niet we zijn in Nederland zo gericht op praten 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 mm -hmm. uh, maar connectie met je lijf is soms ook heel erg ja. belangrijk zonder dat ik ja. zweverig wil overkomen want ik ben helemaal niet een zweverig type maar um, ik denk dat bijvoorbeeld stel je voor je hebt een hele goede masseuse of zo die ja. ook weer ja. ja ik ben toen op een gegeven moment naar Masseuse gegaan, ja. waardoor ik ook uh, die wel iets meer deed dan gewoon puur masseren. Ja, um, maar um, dat heeft mij wel heel erg geholpen ook om weer een soort van een beetje in contact te komen tussen mijn ja. hoofd en ja. mijn lijf. En ik kan ja. heel goed praten, maar ik kan ook heel goed praten en ja. tot de kern komen, zeg ja. maar. Ja, uh, en ik zit heel erg in mijn hoofd. Ik moet soms ja. juist uit mijn hoofd. Ja. En ik weet dat ja. voor anderen ook. Maar dat ja. wordt natuurlijk allemaal niet goed, hè? Want dat zal allemaal. Nee, al dat is het. He. Je krijgt dus evidence-based behandelingen. Ja. En, dan, en dan is dus iemand getraumatiseerd. Wordt, wordt verder getraumatiseerd. Soms in de zorg, juist in de gesloten jeugdzorg bijvoorbeeld. Uh, en krijgt dan richtlijn, zware medicatie, richtlijn ECT. Maar kan daardoor juist dieper in een soort spiraal van hopeloosheid terecht raken. Dat juist versterkt wordt. Ja, en kon in zo bijna zo'n zwarte fuik terechtkomen. waarin je nie, geen lichtpuntje meer kan zien. en alleen maar ook kleppen ja. op hebt. Maar Want bij mij heeft die zie, massage. Maar ik je toestaan bij jou. Uh, keep going. Yeah. Uh, is er wel eens een moment geweest. dat je dacht, nou. het hoeft voor mij niet meer. En, en als, als iemand had gezegd. nou, euthanasie is een optie. Wat, dat je dan had gezegd, nou. Ik heb gevraagd om euthanasie okay. aan de, mijn behandelaar toen. En die zei ja dat heeft dan geen zin want er is nog veel te veel behandel perspectief dus ja. dat ga je hoe dan ook niet kunnen doen nee. maar er zijn echt wel momenten geweest waarop ik dacht uh, ik wil graag euthanasie ja ja want je, je, je wil dan. Ook, je wil ja. ook helemaal niet uh, zelf een einde aan je leven maken op een niet echt hele humane manier nee. dat is echt nee. niet leuk hoor. Nee. Nee. dat is echt dat is ook Bijna traumatiserend voor jezelf, wat je ja. jezelf aandoet. Ja. Het is echt heel kut. Precies. Sorry ja. voor mijn taalgebruik, maar ja. dat is het echt. Ja. Ja. Die pogingen zijn echt een van de meest intense dingen ever. Voor, voor jou geweest? Ja, de, en ik weet dat, op, op, dat dat ook ja. voor anderen En het is mega eenzaam ook. Ja. Dat draag je ook alleen. Ja, ja. ja. ja want de respons op zo'n poging was natuurlijk ook weer dan met opname en, en dwang. Ja, maar en... ook het besef dat je gewoon... Uh, het is... Je vraagt, het is um, niet natuurlijk wat je probeert. Ja. Ja. En ja. dat is ook iets. Je moet zo erg ergens doorheen of weet ik. Ja. ja het is ja niet zo goed uit te leggen denk ik. Maar het, <laughs> het eenzame aspect. Het is ook heel eenzaam. Ja. En het is natuurlijk ja. ook. Uh, het zijn niet de gevolgen die er soms komen na een poging is ook niet altijd het meest lekkere ofzo. zo. Nee. Nee. Dat nee. is niet altijd het beste voor je lijf of nee. voor nee. wat dan ook. Nee. Dus, en dus, vervolgens daarna ook nog je omgeving die zich helemaal kapot schrikt. Mensen die ja. er zo erg van schrikken. Dat ja. ze vervolgens, ik mocht op een gegeven moment gewoon helemaal niks meer. Ja. Alles werd ingenomen. Ja. ja. Dus, dus dat, dat keep going. Ja, die heb dat, ik ook be, ja, die heb ik bewust ook uh, getatoeëerd voor dat stuk. Ja. ja, zeker. Maar ik heb ook Love Yourself op mijn uh, lijf getatoeëerd. En um, belief. Ja. Ja. En dat zijn allemaal hele positieve dingen. Ja. Maar ik denk wat ook te veel in de samenleving is... want ik ben mm. ook wel eens... Uh, als ik in een boekenwinkel ben of zo... dan heb je zeg maar zo'n psychologieboekje... Ja. en dan staan er allemaal van die boeken. Zo word je gelukkig. Hoe vind je je geluk? Vind je ja. je geluk? Als iemand zich slecht voelt... als je vraagt hoe gaat het, iemand voelt zich slecht... dan staan we helemaal niet zo heel erg lang stil bij... Het feit, oh ja, je ja, mag je ook even slecht voelen. Ja. Maar we gaan gelijk door naar hoe kunnen we zorgen dat ja. je, je weer beter voelt. Ja. Waarom mag dat Iets nare doen. gevoel er ja. niet zijn? Ja. Maar dan doen we ook te veel in de zorg. Ja. Iemand voelt zich slecht, oké, okay, we gaan afleiding zoeken. Ja. Waarom ja. mag dat gevoel, soms mag dat ja. gevoel er ook even niet mag zijn. Mag lijden er zijn. Hè? Ja, mag, ik denk ja. mag lijden dat dat ja. heel vaak niet mag ja. zijn. En ook als hulpverlener of als naast of weet ik veel wat, dat dat lijden er niet mag zijn. Want dat lijden, dat brengt ongemak. Ja. Machteloosheid. Ja. En daar wil je wat mee doen. Dat wil ja. je oplossen, dat wil je ja. fixen. Want je ja. wil dat iemand zich beter voelt. Ja. Dus ja. Daarom heb ik ook op mijn lijf getatoeëerd. Even helemaal ruk. Want soms mm. is het ook gewoon even helemaal ruk. En ja. dan mag er ook gewoon zijn. Ja. En natuurlijk moet je op een gegeven moment wel gewoon weer door. Nou, niet ja. gewoon, maar moet je ja. wel weer door. Ja. Maar dat mag er ook zijn. En ik denk ja. dat dat bij mezelf ook wel uh, heeft geholpen. En ik vind dat, dat het meest moeilijk wat er is. Want als ik nu momenten slecht ben. dan heb ik ook niet het idee dat dat gevoel er nou heel erg mag zijn. Mm. Maar soms is het ook. Uh, ja, het mag er. het slechte gevoel. je mag je ook slecht voelen. Ja. En dat is ook oké. Okay. En soms ja. hebben mensen ook niet het idee dat ze zich slecht mogen voelen. Ook voor anderen niet. Mm. En ook. Plus wat ook wel een hele erge uh, ding is, dat had ik ook altijd. Sorry, ik ga van hak op de tak. Prima. Um, dat is op het moment dat jij in je herstel zit, zeg maar, ja. of je bent, uh, je bedenkt van oké, okay, misschien, je gaat helemaal een soort van fuik in, je bent alleen maar bezig met suicidaal gedrag, weet ja. ik veel wat. Ja. Ondertussen voel je je heel slecht. Maar mensen weten ook dat je je slecht voelt, want je doet ook die dingen. Ja. Vervolgens ga je voor het leven kiezen of voor behandeling. Ja. Dat wil je er daar wil je voor gaan, maar ja. dat suïcidale stuk en dat nare stuk dat zit er nog steeds. Mm -hmm. Dat is ook niet weg op het mm -hmm. moment dat je daarvoor ja. gaat. Dan heb je ook kan je ook wel eens en dat begrijpen mensen niet en ik snap dat mensen dat niet begrijpen. Kan je ook wel eens denk ja, maar nu denken mensen dus dat ik me goed voel, terwijl op het mm. moment dat jij voor die andere weg ook gaat... Hè, die wat staat, ja. bestaat naast elkaar... denken mensen dat ik me goed voel. Maar dat ja. is helemaal niet wat mensen denken. Ja. Dat zit volledig vast in je hoofd. Mensen denken nog steeds wel. Dus soms heb, hebben mensen dan ook bijna het idee... dat je dat stuk ook nodig hebt... om te kunnen laten zien aan mensen... dat ja. het niet goed gaat of zo. Ja. 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 Maar dat is bijna niet voor te stellen... want dat is allemaal ja. aandacht vragen natuurlijk. Ja, precies. Dus die... Die, want die, die ontzettend rijke ervaring die jij vertelt, echt de ervaringskennis. En, en ook wat je mensen kunt geven in, in, in turning points en hoe jij die begrijpt. Er is veel te doen hè, over jonge vrouwen met, met in het verleden misbruik en, en uh, suicidaliteit. die dan uh, medisch behandeld worden met zware medicaties, ECT. Um, zouden er standaard. Uh, het, het soort ervaringskennis. wat jij vertegenwoordigt. zou dat standaard aanwezig moeten zijn? Bij, als je zo worstelt. Uh, en je bent adolescent. en je worstelt ermee. zou dat standaard aanwezig moeten zijn? Ja, ik vind van wel. maar wel op een. manier dat werkt, zeg maar. Precies. Niet het geïncorporeerd. Niet, en wat ik. wat ik jammer vind. Mm -hmm. van hoe tegenwoordig. ervaringskennis heel veel wordt ingezet. is dat het bijna als een soort vinkjesgedrag is. Mm -hmm. um, en dat oh, we hebben bij deze vergadering of bij uh, deze jongen... Oh ja. die heeft ook een keertje met een uh, ervaringskundige ja. gesproken. Dus ja. um, we hebben dat ingezet, ja. uh, Die heeft ja. ook meegelezen met een bepaald ja. stuk. Ja. Kijk, ons is goed bezig zijn. Ja. Dus, dus kan dat? Hoe kun jij een positie hebben dat jij dat kunt vertegenwoordigen... terwijl je in dienst bent van een UMC waar, waar 700 artsen werken? Ja, ik denk toen ik hier van werken had ik ook wel zoiets van. Ik wil niet op een soort van half consultatie basisachtige manier hier gaan werken. Ja. Als ik hier wil werken, dan wil ik hier werken in het team van de verpleegkundigen en de sociotherapeuten. Mm -hmm. uh, en dan wil ik gewoon de hele dienst. Ik, ik werk gewoon de hele diensten mee. Zeg maar. Ik ja. werk dagdiensten en ik werk avonddiensten. En ik ja. werk ook gewoon in het weekend. Ja. Kan ik heb ik ook gewoon okay. een dagdienst of een avonddienst. Ja. Ik ben er. Mm. En ik heb ook. Zelfs zoiets, en dat is ook hoe ik erin geloof. Want alleen op die manier kan je ook een bandje opbouwen. Want mm -hmm. ik ben er ook bij het moment dat we aan het eten zijn. Of dat we even tussendoor ja. uh, voor de lol even gaan voetballen. Ja. Of even dit ja. of even dat. Je bent, ja. je bent er, je bent aanwezig. Ja. En momenten dat iemand zich slecht voelt. Maar dit, nu hebben we het puur over als iemand opgenomen is. Hè. Mm -hmm. Dat kan ook ambulant natuurlijk ingezet worden. Maar um, ik ben er. Want op het moment dat... Uh, ik kon nooit plannen hoor, van uh, die dag mm. zo laat en zo laat. Dan nee. ga ik even een breakdown ja. hebben. Ja. Dat plan je niet. Nee. Maar nu, ben, omdat ik er ben, ben ik er ook op momenten dat iemand ineens heel erg slecht gaat of ja. weet ik ja. wat. Dan kan je dan al gelijk iets doen. En doordat ja. je er op die momenten ook bent, ja. heb je veel dieper contact. Ja, ja. ja dus het, het is echt dat is. Daar geloof ik veel meer ja. in. Ja. Ja. En mijn collega's die... Mm -hmm zien mij ook gewoon als volwaardig teamlid. Ja, ik ja. sta boventallig en ik sta boven de bezetting, zeg maar. Dus uh -huh. Uh -huh. Um, ik ben in dat opzicht extra. Ja. Maar ik word gewoon volledig als volwaardige collega ja. gezien. Ja. En ik ben er gewoon. Ja. Dus zij vragen mij ook als ze even vastzitten met iets of wat dan ook... hey, Carlijn, uh -huh. kan je even meedenken? Of, ja. Ja, dus eigenlijk vertel je. Dus ik denk dat het ook heel bijzonder is, want je houdt een onafhankelijke positie in de zin van dat jij de, de ervaringskennis vertegenwoordigt en dat je niet geassimileerd wordt in het medische model. Want dat is dat wordt beschreven vaak dat het heel moeilijk is om als ervaringsdeskundige te werken, ervaringswerker, te zijn in een medische omgeving, omdat je heel snel wordt geassimileerd en niet meer jouw vak, het niet-lineaire en de verbinding en het perspectief en het, het kritische kunt vertegenwoordigen. Ja, maar, maar ik de, zie de, het ook. als ik jou hoor rappen, hè, dan zie ik dat jij dat uh, hebt, hebt, wel kunt bewaren, dat je dat die onafhankelijkheid hebt. En uh, op die manier, inderdaad, uh, heb, heb, heb je ideaal de twee werelden eigenlijk bij elkaar, hoewel veel te weinig Carlijn is, denk ik uh, in, in zo'n zo ja. UMC omgeving natuurlijk. Maar ja, maar, je maar hebt dan ik vind dat ik net, benaderen. ik vind dat ik net zo goed een een hulpverlener ben. Ja. Um, ja. En ik zie het gewoon zo: je hebt zeg maar verpleegkundige, je hebt sociotherapeuten. Nou, verpleegkundige die heeft een verpleegopleiding uh, mm. gedaan, uh, ja. sociotherapeut heeft uh, ja. die opleiding gedaan. Nou, en die hebben allebei, hebben ze, een psychiater heeft weer een ja. andere opleiding, Ar ja. iedereen heeft ja. een andere achtergrond. Maar uiteindelijk ben je er allemaal mee bezig en dan om goede zorg ja. te leveren. Ja. En de kennis die de sociotherapeut weer op bepaalde vlakken meer heeft... dan ja. de verpleegkundige, die ja. vullen elkaar aan. Ja. Ik heb weer een andere ja. achtergrond. Ja. En dat van mij is dus ook gewoon aanvullend op ja. hun ding. Zeker. En hun ding is, is ook weer ja. aanvullend op mij. Ja. Want ja. ik kan ook weer varen ja. op de kennis die ja. zij hebben. Dus, dus je stelt het voor van de, de competenties. Hè? De ervaringsdeskundigheid is ook een competentie. Ik vind het vooral een competentie. Want ik vind ja. eigenlijk in die end, als je kijkt... Ook met heel veel dingen doe je ook niet heel veel anders hoor. Nee. nee. Maar het mooie is dus. Behalve dat dan je het stuk een stuk dat je boventallig staat. Ja, nee, dat is, dan, ja, dat, dat, dat is dan slordig natuurlijk. Maar je beschrijft eigenlijk een omgeving, een, een vorm van zorg. waarin dus verschillende competenties zijn. en dat mensen ook een beetje kunnen kiezen waar ze gebruik van willen maken. op welk moment. Ja, en wij ze als wat collega's wat hebben. ook met elkaar. Ja. Want je, ja. je draagt uiteindelijk die dienst. Ondanks dat je natuurlijk jongeren verdeelt en die begeleidt ja. die en die begeleidt die, draag je het uiteindelijk ja. met z'n allen samen. Ja. ja. Nou ja, dus, dus normaal duurt deze podcast een uh, minuut of 30, uh, maar ik zie dat we uh, te weinig tijd eigenlijk hebben. Want we zitten, uh, we zitten nu op. We zitten nu op 51 minuten oh, wow. en dat is natuurlijk uh, fantastisch. Dus um, ja, ik. ik ik ben uh, erg blij dat we dit hebben kunnen doen. Want ja, woorden schieten tekort, natuurlijk. Zowel wat jij beschrijft persoonlijk. Hoe, hoe, dat, hoe dat ervaart uh, als je daar zit. En wat dan de ontmoeting kan zijn met, met de GGZ en de formele zorg. En hoe je dan in, in een onwaarschijnlijke diepte en eenzaamheid terecht kunt komen. Geen, geen uh, zin meer hebt in het leven en dan. Vijftien jaar later uh, zo uh, je plek hebt gevonden en ons helpt om de zorg uh, eigenlijk rijker te maken met, met alle competenties die nodig zijn. Dat, dat met name de ervaringsdeskundigheid toch nog ja, moeite heeft om, om vertegenwoordigd te zijn in de GGZ. Ik denk ja. dat er heel veel meer behoefte is. Met name in, in wat jij hebt ervaren, jonge mensen die dood willen uh, vanwege misbruik. En dan. Uh, niet het perspectief en de verbinding aangereikt krijgen waar jij over vertelt. En ja, ik, ik eindig met dit liedje. Het is natuurlijk een, 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 aan de andere kant een soort onwaarschijnlijk uh, uh, perspectief, maar aan de andere kant ook heel veel om uh, te vieren, denk ik, in wat jij uh, ons geeft en hebt meegemaakt en dat je dat met ons hebt gedeeld. Um, eigenlijk uh, had ik je willen vragen om iets te rappen, maar... maar... Ja, je, je doet dat met een muziekinstrument. Ja. Dus misschien. Uh... Nee, ja, een showtape. Dus zal altijd een beetje een muziekje erop. Maar ik kan best iets toesturen dat je het erachteraan kan plakken hoor. Dat, dat zou kunnen. Oké, okay, ja. dat ja, kan wel. Dat zou misschien. Ja. Of, of een link waar we iets kunnen kijken. Dan ja, zou zeker. Erbij ja. Ja. Dus dat uh, krijgt u van ons te goed, luisteraars. Carlijn, heel erg bedankt. Ja, jij bedankt. Voor deze uh, podcast. En beste luisteraars, jullie. Dank dat jullie hebben geluisterd. Tot de volgende keer.